Dan lekker weer hierboven zeg, en ik krijg gelijk al een koper tegen je gezegd aan. Jij! Auw! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario met een duizendje door. Ik ben er weer, trainer Stevie, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering, zijn wij in Hooktails Castle verder gekomen en hebben we dus heel veel sleutels en alles gehad, waardoor dat we dus nu in de hoogste toren terecht zijn gekomen. En in deze aflevering hoop ik dat we Hooktail gaan vinden. Ik bedoel serieus, we klimmen hier naar een behoorlijk hoge toren. En volgens mij zijn we er bijna. We hebben... Nee, wil ik niet raken. Zit je achter ons? Nee, oké. Goed, dan gaan we... Normaal gesproken druk je gelijk op de A-knop, omdat je dus weet dat er dus een vijand zit. Ik zie jou niet. Ik zie... Oké, nou ja, jammer. Oh ja, audiocommentaar. Ik bedoel, ik heb hem verslagen. Dan moet audiocommentaar weer beginnen. Goed, we komen hierboven. Hierboven. Wil je goed voorbereiden? Ik raad aan om te saven. Maar ik ben lame, ik doe het niet. Hit is blocked over pens, all your hard points en your F points. En het zal geen start points doen. Ik wil hem hier zeker gaan gebruiken. Plus, er zijn eventjes wat badges die ik wil equippen. Je wil hier deze equippen. Dat wil je gewoon gelijk doen. Geen fratsen. Equippen die hap. Doe het. Geloof mij maar. Waarom heb ik de Close Call nog steeds geëquipped? Nou ja, waarom ook niet? Ik bedoel, ik ben niet in danger, maar ik heb niks anders waarvoor ik hem anders zou kunnen gebruiken. Last on P, ja, lekker belangrijk. Dus, ik denk dat dit wel goed is. Maar goed, je wil dus dat geluidseffect ding, wil je equippen. Laten we maar naar binnen toe gaan. Who dares approach me? Hoi! So, you are friends with half that strange garbage one who came on earlier. Didn't expect more to steal the treasure I protect. Such rashness. I was foolish, I fear. Do you really think you can beat me? But you're so small, you don't appear tasty. I suppose you might make a good snack. The bottoms of your feet smell, they might make a good sauce with some spices. What I'll do is hurt you to crispy goodness and gobble you down head first. Ja. Yeah. De reden waarom dat hij zo'n stem krijgt is... misschien heel geen kraag en misschien een heel klein detail, maar Hooktail is een vrouwelijke draak. Snack time, little appetizers. But which of you morsels should I taste first? We kunnen dit niet vliegen en ik heb al een hele grote fout gemaakt in het begin van deze battle. Ik wou namelijk de Tattle Ability gaan gebruiken. Ben ik een beetje laat mee. Goed, ik heb jullie de Power Bounce aanval nog niet laten zien. We gaan gewoon de Power Bounce aanval doen. Heb jij trouwens... Nee, daar heb jij nou nog op. Ja, volgens mij kan het wel. Gewoon doen. Zoals je ziet, de eerste damage deden we dus helemaal niks. En daarna deden we een keer damage. Black, that awful sound. It sounds like a cricket. How did you know? Stop that. This instant. Urf. I got really bad food poisoning once I ate a cricket. I ate him. Oh, fight it, Hooky. Fight it, Hooky. Just hearing a cricket chirp makes me feel woozy. Koep, jij moet heel even... Nee, dat wou ik niet doen. Oh, ik maak zoveel fouten. Waarom maak ik zoveel fouten? Maar ja, we hebben die in ieder geval kunnen dodgen. Swap partner. Laten we het maar gelijk doen. We zien ook gelijk dat het helemaal vol, volle zaal is. Laten we de Tattle Ability gebruiken. Woep. That's Hooktail. Max HP is 20, attack is 5 en defense is 1. Het zal proberen te aanvallen met de vuuraanval die we dus net zagen. En ook nog eens een keertje proberen op je te stampen. Hij kan nog een paar trucjes gaan uithalen en heeft dus een hekel aan krikken zoals dus we al zagen. We hebben de badge even gebruikt dus. En hier... Kun je superguarden, maar dan krijgt hij helaas geen schade van. Wauw, ben ik blij dat ik die superguard heb kunnen laten zien. Goed, we willen nog een keer de power bounce gaan doen. En ik vind zijn poot makkelijker te raken dan zijn neus. Omdat de hitdetectie is nogal lastig te vinden. Hmm,
must not gag. My poor tummy. Oh, so very woozy. Dit is de aanval die je dus constant wil blijven gebruiken. En ja, sorry Gumbella, maar ik vind het niet de aanval voor jou, of de battle voor jou. Ah, daar werden we helaas dus toch geraakt. De reden waarom dat ik dit met Koops wil gaan doen is Koops wil revenge hebben. En Powerbounce, zoals ik dus ook jullie al heb verteld, is een geweldige aanval omdat... Concentratie. Zie hoeveel damage dat ik daar in één klap kan doen met de multibounce. Het enige nadeel is, mocht er iemand een defense hebben, dan zit je al met een groot probleem. En waarom gebruik ik die aanval eigenlijk? Maakt niet uit. Nog maar 1 HP? Nou ja, we zitten op zich maar eigenlijk best wel goed. Maar we zitten laag met FP, dus laten we toch voor de zekerheid geen risico nemen en heel eventjes healen. Ik bedoel, Koopsie kan een finishing touch doen. We hebben dan genoeg om te multibouncen. Niet die mushroom raken, alleen maar die flower. Die flowers, die willen we hebben. Een beetje HP herstellen kan geen kwaad. Hij heeft nog maar 1 damage, maar we weten dat hij trucjes kan uithalen. Au. Dus ja, we willen toch een risico nemen hierbij. En natuurlijk raak ik gelijk weer zo'n mushroom. Nou ja, we hebben 6 FP, dus op zich niet verkeerd. Hier kan ik... Ja, dit is wel goed. Dit is decent. Oké. Sheltos. En we zijn klaar. Wait. Wacht een moment. I give up. Please. I won't be so bad anymore. I promise. In fact, I'm sorry for everything. Yeah. To prove it, I'll give you 1000 coins. What do you say? Can you forgive me? For 1000 coins? Sure. Wacht eventjes. Werd ons niet verteld dat als hij in een moeilijk pakketje zit, dat hij voor alles ging proberen om jou toch maar gemeen toch te grazen te nemen? Hou je muntjes maar! What? You must be joking. You don't need any coins? Then how about this lovely rare extra special badge I have? I'll give you that. One of a kind. This is yours for a limited time only. Will you take it? Keep it! Wij vallen niet voor jouw trucjes. Ah, really? Well, I suppose I could apologize by letting you smell the bottoms of my feet. People pay good money to do this. I'm being completely honest right now. Really? So, you have to take a whiff of the rich yet delicate scent of my world renowned feet? Gadverdamme! You aren't very trusty fellow, are you? It's important to be able to trust someone, you know. I guess I better. Okay, doei. Whoops. That's just not right. Ah, now my strength has returned to me. I've had enough of this. Let's finish this guy up fast, Mario. Ja, nu hebben we dus geen publiek meer, omdat hij vreet gewoon het publiek op. En ja, dat heeft hem 10 HP weer gegeven. Dus wat we willen doen is, we willen weer de power bounce en je ziet dat hij niet meer misselijk is. Maar aanvallen. Why do I always have to feel so faint every time I hear a... cricket. Ja, we kunnen hem heel makkelijk die HP van hem afjatten als je dus die aanval gebruikt. En doe dit nog een keer! In respect van alle toads! But how... why? There's still so much I wanted to do in my life. So many meals. En Hooktail die valt op zijn rug, omdat dat een stereotype gedrag natuurlijk op het moment dat. Wow, we actually pulled it off, Mario. Now all we have to do is find that crystal star thing you're looking for, Mario. Oh, oh. Ja, hij is dood, hij kan niet meer praten, dus zij. Ja, I'm out, I'm finally out. Oh, it can be. Eh? Dad! Hey! You're Koops! Hey, son. You've gotten big since the last time I saw you. Well, yeah, I guess I have, but who cares, Dad? I mean, golly, what happened to you? You've been all... Where have you been all this time? Well, I came here a while back to deal with Hooktail. It all was well and good.
But just before my finishing blow, he played a trick on me and gobbled me down whole. I've been hiding in my shell for 10 years since then, inside Hooktail's belly. And boy, what is nasty! Yuck! So glad I finally got out! Honestly, Dad, don't you know how worried about you we all were? For 10 long years, we all thought you'd we thought your game was over. Oh, sorry, son, but I'm okay. That's good, right? We're together now, right? Hey, speaking of which, what are you doing here anyway? Oh, come on, Dad. I came here to defeat Hooktail, who's been wrecking havoc in town. And Mr. Mario here is looking for a gem called the Crystal Star. Crystal Star? This wouldn't be what you're looking for, would it? What's that? I found it down in Octus Valley. Nice, huh? I kept it as a souvenir. So, this is the thing you were looking for. Perfect! Just perfect! You can have it! Come now! I won't take no for an answer! You're a Coop friend! Please, take it! En we hebben onze eerste Crystal Star! En we hebben de speciale move Earthrammer geleerd! Die we heel erg vaak gaan misbruiken. End of chapter! Mario and friends finally got a Crystal Star in the castle after defeating Hooktail. Koops even reunited with his long-lost father, who he thought he was dead. Yet they were unable to learn anything about the whereabouts of the princess. Where could Princess Peach be? Yes, Mario's adventure has only just begun. Nee. Ik heb heel veel vragen daarover en die ga ik heel eventjes wachten, want dit is iets anders. Dus hou heel eventjes dat Hooktail gebeuren, heel eventjes in je hoofd. Even onthouden, dat kunnen jullie wel. Dit is namelijk één ding waar ik een gruwelijke hekel aan heb. In Paper Mario. Oh, en guess what? Princess Peach is gekidnapt! Oh, great, Exalted Codus. We brought the Princess Peach order, sir. Well, 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 my pet. Isn't it about time you told us where the map is? Princess Peach, you will speak when spoken to. I'm telling you, I don't know! There's no point in trying to hide it, silly girl. We know you had it. We know this. Trust me, it's very much in your interest to be absolutely honest with us. We Ixnots are not all rainbows and lollipops. I assure you, we're quite nasty. Brutus, sir, I have deals. Report at once. You know that crystal star we thought maybe Hooktail had? Well, somebody nabbed it. What? What did you say? Someone else is after the crystal stars? They defeated that Hooktail creature, you say? Speak, soldier! Yes, sir. Sorry, sir. There's more too, see? According to the report, it was a Massachusetts dude in a red hat and blue overalls who pulled the job. Mario! Excuse me? Mario? Oh no! Oh no! Ja, dat werd gevoiced. Hoeft ik nog niet eens te doen. Ha! Voordeel! I see. So you know of this Mario, do you? This fool's mad or not at all. I know all about him before long. Dead, I promise. I grow bored of talking. Take Princess Peach back to the holding room. Yes, sir. And men, take good care of Princess Peach, understand? She is not to be harmed. You got it, sir. Well, Lord Crump, if this Mario character has the map, then it's highly likely he'll find the crystal stars we're hunting in the Boogaloo Woods. You must return there immediately and hasten the excavation, it must not fail. What is that? Oh yeah, sure, Roger Grotus. And with that, pow, I'm gone. I wonder if sending Lord Crumb there alone is wise. He's a bit out there. Exnot, I summon you. Duh.
You rang, dude. I mean, sir. You rang Sir Grotus, dude. Grotus, Sir Grotus, sir. Shut up! Go get the Shadow Sirens over here. The Shadow... I don't care how you plan to end that sentence, fool. Go get them! Now! Gotcha. Ik vind die X-Nuts, sommige vind ik gewoon geweldig. The Honorable Grotus is need of us. Then we arrive without delay. Pray tell, did the princess tell you where the map is? Still your tongue, Belden. We would already have it if you snatched her earlier. But now, since you missed your chance, some poor fool named Mario has the map. It wasn't my fault, really. There were too many prying eyes there. Too many! Besides, a strange old man showed up at the moment of truth, and we had to retreat. Why worry? All we need to do is find this Mario and steal the map, yes? Indeed, that is your duty. Must remind you that map is vital to the X-Nut plan. I will have my man prepare all available information on this Mario. For now, hear me, Belden. Your Shadow Sirens must take care of this troublemaker. Fear not, sire. I, Belden, shall return with what you seek. Let's go, my lovelies. Marilyn, Vivian, come. We haven't got a job to do. Go! Keep laughing. Dus ja, we weten waar Prinses Peach is. Totaal random, hè? Totaal uit het niks. Hoi! Hey, kijk, Prinses Peach. Oh dear, here we go again. I can't believe I'm kidnapped again. Mario and Toadsworth must be worried sick. Again! Zo, dat was luid. But hang on a moment. Where in the world am I anyway? This is so unfamiliar. I wish you could at least let Mario and Toadsworth know that I've been caught. We weten het al, want daar gingen we al vanuit. In ieder geval, we krijgen dus controle over Peach. En ja, je moet dus dit verplicht doen. En ik ben geen fan van deze sentences. Je kunt hier naartoe, je hebt hier een badkuip. Die moet je gebruiken, dan gaat het haar anders zitten. What a lovely shower. No soaps come even. Wow, I wonder if it still works. Refreshing. I feel like a new princess. Yep, en je haar zit anders. Ja, waarom dat daar zit? Waarom dat? En dan zit je haar weer gewoon. Maar ja, je moet dat doen en dan gaat die deur open. Ik weet niet. Ik vind dit gewoon... Nee. What was that? Hey, how what? The doors open by themselves. Ik ben hier. Weird. Doesn't look like anyone's around. Oh, oh my. Niks ergens mee interactief doen. It doesn't work. Wild trot. How do I keep making these doors open? How what? Zeker nog nooit in de supermarkt geweest. Oeh. Hello, Princess Peach. Huh? What? Who said that? Who are you? How amusing. I am right here before your eyes. I am this laboratory main computer. I am TechXX. Many call me Tech, you may. Sir Grotus created me to be a perfect computer. One that is flawless in its reason. Grotus? Wait. He's that awful dome-headed thing who interrogated me, right? Sir Grotus is not awful. He is a very great person. He's marvelous. Well, I don't think so. But I doubt that will change your mind, so I'm wondering, why did you lead me in here? I am unsure. An unusual program deviation occurred when I observed you earlier. My higher brain circuitry malfunctioned and nearly overheated at your image. Also,
Also, an unidentified impulse sped through my processor. These events are new to me. There is more to this phenomenon as well. I ran diagnostic programs. And their solution was, I want to know more about you. I want to observe you. Such as compulsion has no precedent. Cause unknown, I, the perfect computer, I must diagnose this unusual situation. I will not fail. This is why I let you here. Wait, did you just say you want to observe me? To know more about me? Could it be that you... No, impossible. It can be. You're a computer. What has happened to me? If you know my malfunction, you must tell me of it. Oh, I couldn't really because... It's just weird. Please tell me. Please. I just saw you watch to take a shower. I am the world's best computer. I am perfect. There should be not be anything that I do not understand. Please. Well, you know, maybe. Is it possible that, well, you're in love with me? Love? What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. I cannot compute this. Wait, you don't know what love is? You don't know that song? Love. How do I explain? Love's tell you when you want to be with a person forever. You know, baby, don't hurt me. No more. It makes you feel happy just to see that person happy, smiling, having fun. When you love someone, you will do anything to help when he or he is in trouble. Happiness? Fun? I have definitions for these words, but... My programming is insufficient. There should be nothing I cannot comprehend. I am a perfect computer. Comprehend love? Love's not something you comprehend, Tech. You feel... I'm going to hit the pause button on this one here. Serieus, waarom hebben wij midden in het spel gewoon willekeurig een liefdesverhaal tussen een computer en Piet? Wie heeft dit verzonnen? Why? Sorry, dat moest heel even uit mijn systeem. We gaan door. Tech, je hebt mij niet gehoord. Princess Peach, will you teach me to... Will you teach me to feel this thing you call love? What? You're a computer. Why would you care about love? Serieus, schijt nou eens hard. I am perfect. There must be nothing that I cannot comprehend. Nothing. That is why you must help me understand this thing called love. Please. If you have any wishes that I can grant you in exchange, I will grant them. But of course, I am unable to grant such a wish as letting you escape. What? Are you insane? Those ex-jerks kidnapped me like common Koopas. And now you call me in here and ask me to teach you the meaning of love? I should spit on your screen. You grant my wishes? Ha! Why should I believe you? I understand you are angry. That emotion I comprehend. You need not teach me now. But I must learn of this thing. I must. There is no alternative. I must be a perfect computer. That is why if you want to... If you would just consider teaching me, I will grant your wishes. Do you understand me, Princess Peach? Now, tell me your wish. Are you sure? Well, okay, here goes. Can I contact someone? The sooner the better. Yes, of course you may. Use my communicator to send wireless mail to anywhere you want. If you so wish, you can use it right now. It is no trouble. Use the keyboard in front of you, enter this receipt address and message. You mean this keyboard? Nee, die andere, daar links, naast de wc. Nou goed. Alright, let's give it a shot, blah blah blah. Okay, it's ready, Tech. Can you send it? The message has been sent. For the time being, you may return to your room. I will call you in again when I want to ask you something. Okay then. Good night. Goed. Je staat ervan te kijken... Good night, Princess Peach. Je staat ervan te kijken dat de computer wil weten hoe dat liefde werkt. Serieus. Daar sta je al van te kijken. Je hebt echt zoiets van... hoe werkt liefde? Maar je zegt... Goede avond... Of fijne nacht tegen een computer. Serieus. Ik zeg nog niet eens tegen mijn computer... Hey, goeie avond. Ik ga nu slapen. Hè? Wat rustig. Ik zet je uit. Doei. Wat is dit voor onzin? Ik ben echt zo geen fan van die Princess Peach segment.
En ook niet van het bellen op het moment dat ik in een opname zit. Maar goed, voor leuker nieuws. Er zit ook gelukkig een goede sentence bij. Namelijk onze goede vriend... Bowser, King of the Koopas! Bowser the Mighty Koopa King has arrived! Hold your applause, minions! But now that I'm here, Kemi, you crusty old hag, why did you summon me? Het is lang geleden dat ik Bowser voice heb kunnen doen en ik vind het geweldig. Great Lord Bowser, the crusty hag Kemi Koopa will arrive momentarily. I'm really sorry for the inconvenience, but please wait at the rear of the room. You inhibited Goomba, I hate you! Ja, we hebben de controle over Bowser. We kunnen vuur spugen, we kunnen rondlopen. En we kunnen dus met iedereen ook praten. En daardoor krijg je eigenlijk best wel leuke cutscenes. Zoals deze bijvoorbeeld. So, the other day, I saw Lord Bowser gazing longly at a photo of Princess Peach. You may want to put a cork in it, man. Oh, I tell you the look on his face when he was mooning over that thing, huh? Lord Bowser! Well, I'm dying to hear the rest of your hilarious story, Mr. Comedian! Do share! I'm not funny, sir. He's not funny, sir. Roar! Serieus? Het gaat helemaal nergens over, maar dit is gewoon zo geniaal. Lord Bowser, I have been training day and night to help you conquer the world. Should the time come, I shall be ready. Order me as soon as you need me. Your surliness. Super. In that case, I ordered you to do sit-ups, Tommy. Ja, waarom ook niet? Ik bedoel, dit vind ik ook geniaal gewoon. Ik wil gewoon met iedereen die praat, omdat het leuk is. Heel Lord Bowser. Lord Bowser, please. If it is not in too much trouble, head to the rear of the hall. Maar ik wil met iedereen praten, mag dat ook nog niet. Hoi, kan ik ook met jullie praten? Haha, Lord Bowser. Zoveel stemmetjes. I just now returned. I'm terribly sorry to keep you waiting, my lord. I bet you are, Kemi Koopa. Now out with it. Why have you called me here? Please, your grumpiness. Don't be so impatient with your poor servant. It is my displeasure to report you that Mario, that scum, is off to a town called Rockport. Am I Mario babysitter? I don't care what he's doing. Are you going to call me every time that guy blows his nose or what? Jeez. Yes, well, you see, my lord. Apparently Mario is hunting for an amazing treasure. The treasure? Yes, Mario is in search of star-shaped jewels known as the Crystal Stars. I'm researching just what they are, but there's no question to their high value. Crystal Stars, you say? They sound like good world-conquering tools. I want them! Yes, very good. Continue research this for me, you brainy head, you. Yes, sir. Thank you, sir. Leave it to me. By the way, Lord Bowser, do you like fried eggs? What? Serious, what? You bet I do! Do I? I love fried eggs! Love them! But what a weird question! Why do you ask? Well, during my Mario recon, I stopped on a lovely place called Pelo Meadows. I was planning on taking everyone there for a picnic, having some eggs and toast. Of course, I wouldn't think of sending out invites without asking you first, Lord Bowser. Airhead! A picnic, you moron! This is no time for fun! See, this is why my evil plans always derail, because you clowns always goof off! Arrgh! Oh dear, Lord Bowser, please calm down. Remember your blood pressure, please! What's that? What? It's true. Lord Bowser, terrible news. Some bold fool abducted Princess Peach in Rogueport. What? Tell me your line, Kemi. How? When? Where? What? How? Who do such a thing? Besides me. I'm afraid we don't have that information quite yet. The investigation is still going. One thing is most certainly confirmed. However, the princess has been kidnapped. Under no circumstances is anyone allowed to kidnap her with my title!
I will not stand for this! I'm going to Rockwood now! I've got to kidnap her back! Oh my, here we go again. En natuurlijk komt er met de clown vehicle aan. Dit blijft gewoon hilarisch. But your granginess, wait up! Ik hou van dit spel. Er zitten echt sommige dingen bij me wat ik echt denk van, was dat nou echt nodig? Was dat nu echt nodig? En nee, ik hoef niet zo vaak te saven. Sheesh. Oh, en deze transacties die slaan ook eigenlijk nergens op van, hé, hey, kijk, ik heb nog een andere scherm. Koops, my lad. Are you telling me that you're going with Mario? That's right, Dad. I'm going to continue traveling with Mario. And then I'm going to come back a strong Koopa like you, Dad. Nicely said, young Koops. That's my boy. But always remember this. You are my son, Koops, and I'm your father. Koops, my sweet, I'll be right here waiting for you to prove yourself. Just that, if anything happens, you can always come home, Koops. Don't you ever forget that this village always be your home. Okay, thank you, everyone. Well, I'm off. Squadala! Sorry to keep you waiting, Mario. You know farewells. So, where are we going? Let's head back to Rockport. Je stem is weer veranderd. Remember, Mario? The bearer of the magical map shall unfurl it before the town gate. When this is done, the stars shall guide the bearer to the crystal star with pure light. And it didn't stop there. Each crystal star shall point you to the next. That's what the book says. Which means, if we take the crystal star we found back to the Thousand Kidor. So that means the location of the next crystal star will appear on the magic map. Exactly! Come on, let's go! Yay, zoveel stemmen. Mijn stem, mijn keel, die doet wel gewoon echt eventjes pijn. Maar goed. Weten jullie nog een stukje over Hooktail? Mijn keel eventjes terug behalen. Zo, heel eventjes terug. Flashback. Ik heb heel veel vragen daarover en die ga ik heel eventjes wachten, want dit is iets anders. Hou heel eventjes dat Hooktail gebeuren, heel eventjes in je hoofd. Even onthouden, dat kunnen jullie wel. We zagen die Hooktail verschillende toads opvreten. Daardoor kreeg hij HP. We hebben hem verslagen. En de vader van Koops komt eruit. Die Koopas niet. Of die Koopas, die toads. Die zijn gewoon dood. Nintendo, je begint een spel met een strop in het midden van een stad. En nu, Kirito. Ik denk dat ik even genoeg met een opnamesessie heb gehad. Ik denk dat ik het hier ben gelaten. Dus heb je zelf een leukste momentje, laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter natuurlijk als je daar de tijd voor hebt. Nogmaals, mijn karakters, daar probeer ik de stem zo goed mogelijk bij vast te houden. Met uitzondering van Goombella, want nogmaals, ja, jullie hebben het al gezegd, Midna had ook duizenden stemmen. Uitlegkarakters hebben altijd duizenden stemmen, ik weet ook niet waarom. Koops, die kan ik heel erg goed vasthouden. En ik ga proberen... Ja, Bowser stem natuurlijk kan ik ook heel erg goed vasthouden. En even Koops de Mario. En natuurlijk ook de doodstemmen. Maar ik ga daar mijn best voor doen. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gehad. Hier ligt nog trouwens een gratis badge. Eventjes nog gelijk even meepikken. Voordat we teruggaan. Ik vond het leuk. Heb je het leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter voor deze geweldige voice acting. Ook al heb je geen tijd, laat hiervoor een like achter. Want het was zwaar werk. Ik breek mijn regel nu. Nee. Als je geen like wil geven, dan moet je het gewoon niet doen. Maar goed. Ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende video. Damn, deze video was leuk om te maken. Maar goed. Aan alles komt een eind. En ook aan deze video. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!